Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Hallo lieve mensen. Ik ga een beetje zuurgoed maken voor om op de vlees te eten. Dan ga ik dit mooi schuin snijden. Dan maak ik een beetje zuurgoed. Gezond. Lekker in een potje. Zo. Vervolgens heb ik mijn komkommertje. Die ga ik ook in dunne plakjes snijden zo. Een beetje in de lengte. Dan is het ook aantrekkelijk om te eten, lieve mensen. Dus dat. Heel mooi. Zo. Oké, dan mag de rode ui ook erin. Weghalen en dan haal ik deze eruit, een soort kiempje, dat is niet lekker. En dan gaan we dit dunnetjes snijden. En dan heb ik mijn pepertje hier. Die doe ik in 4 stukjes of 5. Maakt niet uit. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Lekker hoor. Lieve mensen, we maken er wat van, hè. Peper wordt veel gegeten bij mij, maar gezin houdt van peper. Trouwens, ik niet zoveel, lieve mensen. Maar mijn gezin die houdt ervan. Zo, en dan is dit klaar. Gaan we opruimen. En nu gaan we met onze zuurgoed verder. Dan heb ik hier natuurazijn. Die gaat helemaal erin. Zo. En dan komt een 1 eetlepel zout. Zo. Aquamarijn. Gekruide azijn. Die gaat een beetje voor de smaak. Zo. Niet veel, zo. Genoeg. En dan komt een beetje warm water. Dan ga ik er vervolgens schudden. Dat die zout goed mengt.
Dan is het klaar. Komkommer, paprika, rode uien en peper. Lekker, lieve mensen. Heerlijk. Met een beetje half gekookt water, warm water. Dan is hij klaar. Helemaal perfect. Zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Ga ook met de video presenteren. Subscribe kunnen, like kunnen, comments dena, of notification button kopi de badena. Taki naya video ook meer zeggen. Firmilenge, bye bye.